Hartstikke welkom allemaal. We gaan weer heerlijk gezellig Bijbel lezen. Vandaag zijn er bij Jurk en Michael. En we gaan verder bij waar we gebleven waren de vorige keer. En nu doen we het wel goed, want we hebben al gelezen Genesis hoofdstuk 9 tot en met vers 6. En de vorige keer liepen we vast op met name vers 5. We gaan dus even de draad weer oppakken bij waar we gebleven zijn. Maar als eerste... hartelijk welkom Jurk en hartelijk welkom Michael. Ja, dag Perry. Hallo. En dag lieve luisterers, en ik zal ook deze keer proberen Nederlands te spreken. Ja, dat gaat je steeds beter af. Nee, dat is niet zo. Ik kan het goed verstaan, maar niet zo goed praten. Dus, dat kan Jurk heel veel beter. Ja. Het gaat niet erover een contest te maken wie beter Nederlands kan. Het gaat erover dat wij proberen die mensen in Nederlands dingen bij te brengen die ze voor de rest sowieso nergens niet horen. Ja. Volgens mijn weten dan toch. En dan moeten ze er maar bij nemen dat jij als Duitser die nooit Nederlands officieel ergens geleerd heeft, toch zijn best doet om het de mensen in die taal dichter bij te brengen. Dus dat op zich vind ik is al een applaus waard. Ik schaar me daarbij aan. Ja. Helemaal gelijk. Er zijn zoveel mensen die zeggen van, ik kan andere talen niet spreken, of ik heb daar schrik van dat te doen. En jij probeert het toch tenminste, weet je, dan kunnen er nog veel dingen verkeerd zijn. En ja, mijn teennagels krullen zich ook soms omhoog als ik jou in Nederlands hoor praten, maar uiteindelijk is het wel te verstaan, weet je. Dus... Ja, ja. Tuut. Nee, natuurlijk is dat zo. En wat ik ook fijn vind, is dat we de Duitse vertaling er dan ook bij hebben. Zodat we vanuit al die drie verschillende talen diezelfde tekst weer laten passeren. Ik vind het wel een waarde toevoegen. Ja, dat voegt waarde toe aan het geheel. Ja, en daar zijn nog veel toeschouwers die mij verteld hebben dat, alhoewel dat ze Duitse toeschouwers zijn, dat ze toch zelfs van het Nederlands wat verstaan. Ja. Ligt dat nu daaraan omdat Michael zo gebroken Nederlands spreekt? Of ligt dat daaraan dat hij Nederlands... Komt. Ja, hij is de brugbouwer. Hij is onze pontifex. Ja. Ja, of ligt het daaraan dat gewoon die talen redelijk dicht bij elkaar liggen? Dus wat ook in feite niet zo moeilijk is als je een beetje daaraan wendt om dat te horen, om dat te doen. Ja, kijk, ik stel voor dat ik nog eens een keer uit de Koning James de eerste paar versen voorlees. Ja. En dan hebben wij besloten dat we ons een beetje hulp kan halen bij het verstaan van de Bijbel. Mm-hmm. Af en toe is dat namelijk verstandig, omdat niet iedereen alles weet. En soms zijn wij zelfs met z'n drieën niet slim genoeg om die dingen te goed te interpreteren. Mm-hmm. Of te verstaan gelijk de Bijbel ze interpreteert. En dan heb je ja daar mensen die heel gesofisticeerd zijn in uitleg te geven daarover. En in dat programma eSort, dat we ja vaak aanraden om bij de Koning James Bijbel bij te nemen, als je die Bijbel studeert, daar heb je een commentaarfunctie. En namelijk commentaar op de Bijbel van Matthew Henry. En Matthew Henry legt dan heel vaak uit wat de bedoeling daarvan is. Of dat nu ook daadwerkelijk de echte bedoeling is, dat moet iedereen dan voor zichzelf uitmaken. In dat opzicht, dat iedereen moet weten van, is dat iets wat hij kan accepteren? Of zegt hem van, ja, ik heb daar een betere uitleg voor, ja, dan hoor ik hem graag. Ja? Ik ben geen voorstander, en Michael ook niet, en Perry ook niet, van andere Bijbelleraars. Maar als er iemand geschoold is om de Bijbel goed te kunnen uitleggen, gelijk bijvoorbeeld Richard Bennett heel goed geschoold was om Papsttaal uit te leggen, dan luistert man daarna, totdat man misschien iets anders of beters gevonden heeft. Ik heb niks anders in beters gevonden. Ik vind Matthew Henry tot nu toe zeer interessant in zijn commentaren. Het is zeer, zeer, zeer zelden dat ik daarna toe keer om dat te doen, dat ik hem dus te hulp neem om de Bijbel te verstaan, maar in dit geval vind ik het eerlijk gezegd een keer interessant om te doen, want we hadden een echt verstaansprobleem, als ik mij juist herinner, met vooral vers 5 en vers 6. Ja? Ja, dat klopt. En omdat wij dat echt niet verstaan hebben wat daarmee bedoeld wordt, en Matthew Henry heeft dat dus heel goed uitgelegd, en daarvoor gaan we dat straks mijn scherm gaan zien, in plaats van Perry's scherm, want ik heb
E-Sort und ich habe das Programm, ich habe die Kommentare kopiert und habe die in Google Translator gestoken und dann gaben wir das in Nederlands und in Engels und Nederlands gaan bespreken. Mhm. Und Michael kann unterdessen, weil die heeft E-Sort auch, die kann dasselbe selbst in Deutsch tun, als er das will. Ne? Ah, dann stelle ich vor, dass wir damit gaan beginnen, dass wir erst eine keer die ersten 6 Versen von Genesis Kapitel 9 lesen. Mhm. Waar we dus ondertussen ja aangekomen zijn, dat is ja de deel waar de ark nu beland is en waar dat God, Noah en dus in feite Noah en zijn familie en dus in feite de hele mensheid, want uit meer mensen bestaat er op die ogenblik niet, later een nieuw bond mee gaat sluiten, daar komen we later nog een keer naartoe, maar hier vooral regels meegeeft en waarschuwingen meegeeft en die gaan we hier eens een keer gaan lezen. Want het zegt, en zo staat het geschreven in de Engelse Koning James vertaling, in vers 1, and God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth and upon all the fishes of the sea. Into your hand are they delivered. Every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. And surely your blood of your lives will I require at the hand of every beast will I require it, and at the hand of every man, at the hand of every man's brother will I require the life of man. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. Diese ersten 6 Versen ist mir sinds nu interessant, dass Perry sie in Nederlands vorliest und danach Michael in Deutsch soll ich vorstellen. Ja. Und dann ja. Gehe ich over nach die Kommentar von Matthew Henry, als das gut ist. Ja. Okay. En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen, eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden, want God heeft den mens naar zijn beeld gemaakt. Maar dan ben ik klaar. Toch? En God segnete Noah en zijn zonen en sprach zu ihnen, seid fruchtbaar en mehrt euch en erfüllt die Erde. Furcht en Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen en über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden en über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen. Von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat den Menschen gemacht. So, nu ist natürlich die Frage, nachdem wir den Engels noch eine keer gelesen haben, in den Nederlands und in Deutsch, ist ein von jullie twee, die eine Verklaring heeft, hoe diese Versen, vor allem 5 und 6, zu verstaan sein. Nee. Ja, ich denke, wir haben das in Deutsch auch gemacht, ein Teilchen geleden. Mhm. Und ich denke, dass die Konklusion war, dass die Blut von dem Mensch
als die von dir gedood werd, dann soll Gott dann auch kwaad sein op de dier. Ja, ja, ich denke, jij verstaat mij een beetje. Dus die mens, die is, wie zou ik dat zeggen nu? Even kijken. Die is waardevoller als de dier. Dus als een dier nu een mens aanvalt en doodt, dan is dat... dann geht das gegen Gottes Schöpfung, ja, weil die Mensch, die ist in das Ebenbild von Gott gesetzt worden. Ja. Also das hier bedeutet mit anderen Worten, als ein Tier ein Mensch tot, dann geht Gott das von der Tier zurückfordern. Mhm. Ja, da ist mal wahr. Aber letztendlich, ich denke, es ist doch nicht so eine schlechte Idee, um mich eine Kehr die Kommentar von Matthew Henry durchzulesen. Ja. Ich bin nicht, als ihr mir ja kurz seid. Ich kann auch. Na, dann soll ich es doch nicht gern tun. So. Dann gehe ich jetzt eine Kehr das Schirm delen bei mir. Ja. Und jij moet nichts tun, Perry. Als ich mein Deel start, dann ist das von jou sowieso vorbei. Ja. Nou, zie ich jouw Ding. Nu zie ich ja mein Schirm, hè? Ja. En Michael ook? Ook, ja? Ja. Oké. Ik zal het maar niet in Engels lezen. Ik zal beter maar een keer direct het Nederlands voorlezen wat er hier staat. Dus de voorschriften en bepalingen van dit karakter zijn niet minder vriendelijk en genadig en voorbeelden van Gods goede wil voor de mens. De Joodse artsen spreken zo vaak over de 7 voorschriften van Noach. Over de zonen van Noach, waarvan zij zeggen dat ze door alle nazi's in acht moesten worden genomen, dat het misschien niet verkeerd is om ze neer te leggen. De eerste tegen de aanbidding van afgoden. Ja, dus het zijn de, wat je vandaag ook heel veel hoort, Noahide laws. Ja? Ja. Dat gaat ook al vaak de ronde maken. Hè? Ja, die... Er sind viele Menschen, die hätten diese Wetten selbst geboten. Das wäre eine andere Sache. Das der erste Wett ist gegen die Anbetung von Afgoden. Der zweite gegen Gottslastering und die Verreiste, um den Namen von Gott zu segnen. Der dritte gegen Mord. Der vierte gegen Inzest und alle Unreinheit. Der fünfte gegen Diebstahl und Rapine. Was ist Rapine? Da verstehe ich nicht das Wort. Kennt ihr das? Nee, dat is geen Nederlands zoals ik dat ken. Ja, dan wordt dat anders hier zo uit het Engels eventueel vertaald. En dat is af en toe, dan kennen ze dat woord niet. En dan zetten ze dat gewoon in een andere taal daar ook. Ja. Ik kan wel even... Ja, even the fifth kijken. Against theft and rapine. Ja. So, rapine is dus dat Engelse woord. Dat is wat rapine betekent. Weet ik niet. Ja. Laat me eerst denken aan rape, van verkrachting, maar dat zal ja, zijn. Ja, gewelddadig. Op Italiaans bedoelt dat beroving. Ja, diefstal of roof. Ja. Diefstal is zonder geweld en roof is met geweld. Ja, roofmoord bij wijze van spreken, dat je hebt. Hè? Ja. Oké. Het zesde vereist de rechtspraak. De zevende tegen het eten van vlees met het leven. Deze, de Joden, dat is, jongens, luister, dat is zo uit Google Translator vertaald. Ja. Dat kunnen niet altijd woord voor woord vertalen en goed verstaan, maar het geeft ons een idee over wat Matthew Henry hier zegt. Deze Joden eisten de naleving van de proselieten van de poort. Maar de hier gegeven voorschriften hebben allemaal betrekking op het leven van de mens. Ten eerste, de mens mag zijn eigen leven niet schaden door dat voedsel te eten dat ongezond en schadelijk voor zijn gezondheid is. Ja, wat we gelezen in Genesis 9, vers 4. Vlees van het leven daarvan, dat is het bloed daarvan, dat wil zeggen rauwvlees, zul je niet eten zoals de roofdieren doen. Ja? Dus met andere woorden, wij mogen niet zomaar een dier nemen en daar een stuk van afbijten. Ja. Nu gaan we zeggen van, ja, wie gaat dat nu doen? Ja, maar denk maar een keer aan kikker... wat is het hier? Kikkerbillen. Ja?
Die wurden lebend aus dem Beest geräte und dann klargemacht und vor den Menschen serviert. Ja, ja. Und dass der Kicker erst gedot wird, dann smagt er nicht mehr. Ja? Und das ist mal ein von wahrscheinlich Fehlvorbilden. Denk mal Vorbild an Oosters auf andere Tiere, die sie aufs Leben geäten worden. Oosters sind ja, abgesehen davon, dass das unreine Tiere sind, ja? Die Mosseln, wurden die lebend geäten. Ne? Die wurden obergebrochen, teilens, dass sie an Leben sind, und sie wurden lebend geäten. Ja, und das ist das Tege, Gods will, ein alter Rat sowieso bei Mosseln nu, auf Oosters, was ja ein Mosselsort ist, denke ich mal, kann man das auch wohl sagen, sind ja sowieso unreine Tiere. Ja? Dus als ich unreine Tiere eet, of als ich die Tiere eet, als lange sie leben, of ich eet het Blut davon, ja, das macht es nicht. Ja? Etwas notsagelijk gaat het verder, um diese Beperkung zuzufügen an die Freiheit, am Fleisch zu essen, anders sollen sie ihn vernietigen, in Platz von den Lichamen zu fudern. Ja? Ja gut, dann kijken wir es nicht mehr nach der Tierindustrie von nach dem Tag, und dann sind wir doch nicht mehr so ver weg von die Wahrschuhung von Gott hier in der Absicht. Ja. Gott soll hierbei laten sehen, den Ersten, dass, hoewel sie die Herren von den Schepseln waren, sie doch unterworfen waren an das Schepper und unter die Beperkungen von sein Wett. Dus de mens mag niet zomaar zijn wil gaan doen. Do as thou wilt, shall not be the whole of the law. Ja? Ah, ja. Ik moet mij dus aan bepaalde wetten van God houden in dat opzicht. Dat ze niet hebzuchtig en haastig moeten zijn in het nemen van een voedsel. Maar moeten blijven voorbereidingen treffen. Niet zoals Saul soldaten, wie we in 1 Samuel 14:32 ook nalezen kunnen. Dat is dus een voorbeeld wat men dan kan verder gaan studeren en nakijken, 1 Samuel 14:32, nog losbandige vleeseters, zoals in Proverbs, dus dat is Spreuken, denk ik, 23:20. Ten derde, dat ze niet barbaars en vreed mogen zijn voor de inferieure wezens. Ja, deze zin alleen al, wat Henry, Matthew Henry hier verklaart, ja, dass sie nicht barbars und vreed mogen sein vor der inferior wesens, das ist doch direkt ein Reden von Tag zu Tag, um aus nicht vegan, zumindest vegetarisch zu werden. Mhm. Hoe barbars wurden die Tiere nicht geproduziert von Tag zu Tag? Ja. Und ich gebruik mit Absicht das Wort Tiereproduktie, weil das geht über Produktie gleich in einer Fabrik, wo Dinge geproduziert wurden. Auf derselben Manier wurden Tiere geproduziert. Und dann haben wir den Unterscheid natürlich zwischen vegan und zwischen vegetarisch. Ich persönlich lebe auch mehr als 8 Jahre vegan. Ich habe die abgelaufenen Wegen das ein klein bisschen gebrochen, weil ich habe ein paar Eieren geäten. Aber dann habe ich mich noch eine Kette informiert über, warum ich besser keine Eieren esse. Und das hat nicht allein mal mit der Gesundheit zu tun. Das hat damit zu tun, dass ein Kipp, als es ein Ei legt, ja, die Schil von dem Kipp besteht aus Kalk, Calcium. Ja, das trägt das Kipp aus seinem eigenen Lichaam. Das als sein eigen Beenderen, als sein eigen Calciumproduktion muss ihm das abstehen vor das Ei. Und als der Kipp das Ei legt, dann will sie, dass da auch iets von kommt. Und das ist haar Ei. Als wir das Ei nu wegnehmen, dann produziert sie noch ein, um das zu verfangen. Und als wir alle zwei wegnehmen, dann produziert sie noch ein und noch ein. Ja. Dus dat kip begint enorm veel eieren te produceren en dat gaat ten koste van zijn gezondheid. Ja, ja. Want dat calcium onttrekt dat kip zijn beenderen. Ja? En datzelfde hebben we met melk en de koeien. Ze vertellen ons in de reclame, melk is goed voor jou, melk zit vol calcium, dat is goed voor jouw lichaam. Waar komt dat calcium vandaan? Uit de koe. Dus als je koemelk en koemelkproducten, of geitenmelk of schapenmelk, dat speelt nog geen rol, een of andere dierlijke melk, of afgeleide producten daarvan gebruikt, dan ga je onrechtstreeks daarvoor zorgen dat deze dieren in feite misbruikt worden. Ja. Omdat je iets uit hun lichaam trekt voor jouw genot. Ja. Ja, en als we vandaag de dag daarover praten, hoe dat koeien, Varkens, Kippen en andere dieren gekweekt worden en, gelijk ik daar juist gezegd heb, in feite geproduceerd worden,
Das hilft nichts mehr damit zu tun, mit Fehlteilt vor normal Gebrauch. Und das ist meins Insehens 100% das, was hier in Vers 3 in dieser Wett Nummer 3 steht, ja, also Punkt Nummer 3 von die Wett, dass sie nicht barbars und vred morgen sein vor der inferiore Wesens. Ja. Bekeckt doch mal isneker die Misshandlungen. Bekeckt doch mal isneker die Films, die nicht allein auf YouTube, die ihr overall findet, die selbst auf Televisie ausgesonden wurden. Was sie dann natürlich wagt, der harte Bilden der Reithalle von, oh, da mogen die Menschen ja nicht sehen. Hm. Die Wahrheit ist ja viel zu grühlig, um zu laten sehen. Da wurden Kühe mit Forke, so mit die Mestforke, ja, durch den Hof gejagt. Oft da wurde darin gestoken, als sie näherfallen und obstahen. Die wurden ungelooflich barbarisch behandelt. Und nicht allein Kühe, auch andere Tiere. Und das ist exakt gegen diese Punkt 3 hier mit bei. Ja. Und das, was ist der Punkt, warum man eventuell, zumindest in dieser Zeit von danach, eher da vegetarisch auf vegan soll leben, das will sein, als jij nicht vor jou genot will profitieren von het Leid von een ander. Ja. Und dann kommt doch vor mir ein Sinn von Jesus Christus mir in den Hof, die Michael, noch und noch und noch, das wer und wer und wer, optelt. Und das ist, dass ihr je von je Naaste sollt houden gelijk von jezelf. Ja. So, als ich von mijn Naaste hou gelijk von mezelf, dann ist das doch auch, dann trecke ich da auch die Tiere mit bei. Weil die Tiere sind gleich der Menschen in gemeinschaftlicher Schöpfung. Ja. Ja? Dann gar ich doch auch einen Tier nicht andun, weil ich nicht will, was das Tier mir andut, auf was ein Mensch mir gerade andun. Mhm. Ja? Ist das zweite Gebot, gleich Jesus Christus, die 10 Geboten ja verkort heeft, ob 2. Er heeft nicht iets van de 10 geboden weggenomen, versta mij niet verkeerd, en draai me niet mijn woorden in mijn mond om. Jezus Christus heeft geen enkel gebod van de eerste 10 geboden weggenomen, die ons, of die de mensheid, beter gezegd de Israëlieten, het eerst in Exodus, dus het tweede boek van Mose, kapitel 20, gegeven werden. Maar hij heeft ze verkort voorgesteld. En hij heeft gezegd van, hou van God, uw vader in de hemel, met al uw macht, met al uw hart, met alle kracht, met al uw ziel die je hebt. Mm-hmm. En het tweede wet is gelijk aan het eerste, hou van je naaste zoals van jezelf. Ja. Of zoals het dan later een Griekse filosoof, denk ik, gezegd heeft, wat jij niet wilt, wat men je doet, dat voeg ook niemand anders toe. Das könnt ihr so in Niederland sagen, könnt ihr so in Deutsch sagen, aber es kommt und fällt darauf näher, dass ich den anderen nicht andue, was ich mir selbst auch nicht so andue. Ja, sicher. So, ja, ich will hier keine Tirade hauen, das geht um ein Bibelstudium von uns alle drei. Ich habe Michael ja, natürlich mehr auch lange nicht gehört, aber ich finde, das sind noch sehr belangreiche Punkte. Und ich weiß nicht, ob das Julia oder mir eins sein über diese Punkt 3. Dass sie nicht barbars und vred mogen sein vor den inferioren Wesens. Ja, natürlich. Hoe gaan de mensen vandaag de dag in het algemeen met dieren om? Ja. 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 Dat is een belangrijke punt. Want dieren zijn, die hebben bloed en dus daar, is, daar zit leefde in. En ja. Dus als jou die dieren slecht behandelt, dan ja, behandel jij Gods schepping slecht. Huh? Tuurlijk. Tuurlijk is dat juist. Zo. En je moet dat doen uit overweging om de schepping goed te behandelen, niet uit overweging doen om de natuur goed te behandelen, wat de schepping zelf is. Ja? Dat is namelijk hoe ze dat vandaag de dag heel gemakkelijk verdraaien. Hè? Want de antichrist gaat ook de vegane kaart gaan spelen. Mhm. En gaat ook tegen de mensen zeggen dat we geen vlees meer mogen eten en dat we geen dierlijke producten meer mogen gebruiken. Maar hij doet dat uit een heel andere motivatie. Mhm. Hij doet dat omdat hij deze aarde meent te beschermen. Ja. Of te moeten beschermen. En deze aarde hoeft niet beschermd te worden, want deze aarde gaat sowieso vergaan. Mhm. Ja?
Gott heeft het bepaald dat deze aarde vergaan zal. Want als je de Bijbel tot einde leest, in Openbaring, ja, dus het laatste boek van de Bijbel, daar wordt duidelijk geschreven van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja. En de oude is vergaan. Dus die valt niet meer te redden. Ja. Die is hopeloos verloren. Daar is niks aan te doen. En wij zijn ook hopeloos verloren. Nou, hopeloos, ja, we hebben hoop als we Jezus Christus hebben, maar anders hebben we geen hoop. Mm-hmm. Ja? Maar we zijn hopeloos verloren als we deze paus gaan nalopen en als we die zijn doelen gaan nalopen. Kijk, ik ben vegan niet omwille van dat de paus vindt dat dat een goede zaak is. Ik ben vegan geworden, da was ik nog geen Christen. Ik ben 8,5 jaar geleden, we schrijven vandaag den 31. December 2019, ik ben 8,5 jaar geleden vegan geworden, omdat ik erachter gekomen ben dat de voedselindustrie mij vergiftigt. Mhm. En ik heb gezegd, als iemand het recht heeft om mij te vergiftigen, dan ben ik zelf het en niemand anders. Ja, lijkt me dat wel, ja. Ja. En ik wil mij niet vergiftigen, want ik hou van mezelf. In dat opzicht, ja, niet overdrijven, ik wil niet verkeerd uitleggen, ik hou van mezelf in dat opzicht, dat ik, als ik van mezelf niet ging houden, ik ook niet in staat was te houden van een ander. Mm-hmm. Tweede gebod van Jezus Christus, hou van anderen als van jezelf. Of zie je naaste even graag als jezelf. Als ik mezelf niet graag zie, dan zie ik ook mijn naaste niet graag. Ja? Ja. Jij zult uw naaste lief hebben als uzelfen. Precies, ja. Dat is waarschijnlijk direct uit de Bijbel genomen van Michael, is dat goed en om zoiets dan altijd direct op te zoeken. Ja, en dat is het punt. Dus als ik mezelf niet graag zie, dan zie ik ook mijn naaste niet graag. Als ik mezelf slecht behandel, dan behandel ik ook mijn naaste slecht. Ja. En dus in deze ene zin, dat ze niet barbaars en wreed mogen zijn voor de inferieure wezens, dat steekt zoveel in, daarover alleen, over deze zin van Matthew Henry alleen hier, kan men een hele Bijbelstudie doen van minstens 2-3 uur, als we dat uiteen plukken. Zeker gezien die milieuagenda, de dag van vandaag. Ja. Ja, als jij ontevreden bent met jezelf, dan ben je ook ontevreden met iemand anders, ne? Dann wenn je jede Zeit bin je am fall je last, ne? Dann bet je nicht relaxed, dann bet je nicht lief, dann bet je dann bin je nicht in the spirit of von Jesus Christus, dann ne? Ja, bet je egoistisch. Het gedrag dat je tegenover jezelf toont, weerspiegelt zich op die mensen met die je omgaat. Ja. Ich denke, so kann man das auch verworren. In der folgenden Sinn, sagt Matthew Henry, hat ja noch nicht sehr deutlich, es muss ein Heere sein, aber kein Tyranne. Ja. Sie können die Tiere doden für den Winst, aber sie die Quelle für den Pläsier noch das Lid von den Schepsel schüren, terwijl es noch lebte, und das opeten. Ja. Ja. Dann kann viele sagen, ja, aber das tue ich nie, ja, aber dann kijk ich eine keer nach die Schlachthäuser. Da sind Rapporten ausgekommen von unter anderem, ich nehme mal ein Vorbild von einem deutschen Schlachthof, war tausende Farkens per Tag geslacht worden. Die wurden durch die Kehl übergeschnitten und dann wurden sie an die Pote festgebunden und dann wurden sie in Kok und Wasser gedumpelt. Das Problem war, dass die Schneidmaschine die Kehl nicht gut durchgeschnitten hat und die Besten noch altijd leefden und die werden lebendig in das Wasser gekookt. En dat is zo met duizenden varkens gebeurd voordat ze dat band stilgelegd hebben. Ah, verschrikkelijk. Ja, en dat vlees eet je dan nog. Mm-hmm. Ja. Wat dat nog allemaal voor nawerkingen heeft, dat is nog een heel ander geval. Ja? Maar dat is gewoon van die industrie die dieren produceert vandaag de dag. Mm-hmm. Die zijn niet gelijk heren. Die met de dieren op een eerlijke manier omgaan, maar dat zijn die tirannen. Mm-hmm. En ze doden voor hun winst. Ze doden voor hun winst. Ze doden voor hun geld. Ja? Dat is de enige reden waarom dat ze doden. Ze doden niet om dat dier echt daadwerkelijk op te eten. Nu kunnen ze zeggen van, ja maar Jörg, die hebben ja 100.000 of miljoenen mensen te verzorgen. In al die winkels moet toch alles uitliegen. Ja? Mm-hmm. Moet zoveel in alle winkels uitliegen, gelijk daar ligt.
moet vooral zo veel dat met een houdbaarheidsdatum worden voorzien en dan weggesmeten moeten worden. Ja, maar Jörg, dat gebeurt ja niet. Dat wordt ja niet weggesmeten. Dan is dat vlees slecht en dan wordt dat weer omgemarkeerd en dan komt dat ook terug in de handel. Daar hebben we toch ook schandalen van gehad met die kebab-dingen die allemaal al van afgelopen vlees gemaakt geweest zijn en zo verder en zo verder en zo verder. Mm-hmm. Ja, uit winstbejag wordt hier de dieren nog meer leed toegedaan. Ook al zijn ze ondertussen al dood. Zijn ze gestorven. Ja? Mm-hmm. Maar ik vind dat dus een heel interessant punt. En zo intensief denk ik niet, Michael, zijn we daar tot nu toe nog niet op ingegaan, of wel? Zelfs in die Duitse studie toe? Ja, dat weet ik nu niet meer. Dat is, ik denk, tenminste 8 of 9 maanden geleden. Dat ja. Weet ik niet. Oké, okay. Dat kindje van die studie is ondertussen dood geboren, ja. Dus, dat ze niet barbaars en vreed mogen zijn voor de inferieure wezens. Het moeten heren zijn, maar geen tirannen. Ze kunnen ze doden voor hun winst, maar ze niet kwellen voor hun plezier. Nog het lid van een schepsel scheuren terwijl het nog leefde en dat opeten. Ja. Punt 4. Dat tijdens het voortzetten van de wet van offers waarin het bloed verzoening deed voor de ziel, wat betekent dat het leven van het offer werd aan waard van de zondaar en niet naar bloed moet worden gekeken als een gewone zaak, maar moet voor de Heer worden uitgestort, het zij op zijn altaar of op zijn aarde. Ja. Maar nu het grote en ware offer is gebracht, houdt de verplichting van de wet op met de reden ervoor. Punt 2. De mens moet zijn eigen leven niet wegnemen. Ja? Zelfmoord is ook moord. Ja. En je zult niet doden, ook niet jezelf. Ja? Mm-hmm. Uw bloed van uw leven zal ik nodig hebben. Ja? Genesis 9:5. Ja? Hebben we juist gelezen. Hè? 9:5 staat dat hier in de King James. Surely the blood of your lives will I require. At the hand of every beast will I require. Het gaat het dan verder. Okay. In 9:5 staat het er dus in. Ons leven is niet zo van onszelf, zodat wij ze naar eigen goeddunken kunnen verlaten. Ja? Nou, de motto van het leven is van mij en ik maak er een einde aan wat ik wil. Nee, want ik heb mij het leven niet gegeven. Ik heb het leven geschonken gekregen, gelijk een geschenk. Ja. En een geschenk smijt mij ja ook niet in de vuilbak. Nee. Oh ja, toch, er zijn veel mensen die doen dat. Omdat ze geen dankbaarheid niet meer kennen. Mm-hmm. Omdat we geen dankbaarheid niet meer kennen, gaan we er ook met God om op een manier gelijk dat hij niet wil dat we met hem omgaan. Hè? Ja. Maar ons leven is dus niet van ons, zodat wij dat we ze naar eigen goeddunken kunnen verlaten, of het leven naar eigen goeddunken kunnen verlaten. Maar het leven is van God en we moeten ze op zijn plezier neerleggen. Als we onze eigen dood op enige wijze verhaasten, zijn we daarover verantwoording verschuldigd aan God. Met andere woorden, als wij het zesde gebod breken, ook is het door onszelf te doden, dan zijn we daarvoor verantwoording schuldig aan God, of verschuldigd aan God, en dat moeten we dan doen op de dag van het gerecht. Ja. De beesten mogen niet worden geleden om het leven van de mens te kwetsen. Ja. Dat is wat zegt hier, the beast must be suffered to hurt the life of man. Ja. Dus de beesten mogen niet worden geleden om het leven van de mens te kwetsen. Van de hand van elk beest zal ik het verlangen. Om te laten zien hoe teder God was van het leven van de mens, hoewel hij de laatste tijd zo'n vernietiging van levens had gemaakt, ne? We herinneren ons nog die grote vloed waar we juist uitkomen, zal hij het beest laten doden dat een man doodt. Dus een beest gaat niet zonder daarvoor te moeten betalen met zijn eigen leven een mens doden. Dat is de wet van God. Ja. En dit werd bevestigd in de wet van Mose, dat we lezen in Exodus kapitel 21-28. Dus dat is het kapitel dat komt na de studie van de 10 geboden, dat is in Exodus kapitel 20. Mm-hmm. En ik denk dat het niet onveilig zal zijn om het nog in acht te nemen. Zo toonde God zijn haat tegen de zonde van moord, zodat mensen het meer zouden haten en niet alleen straffen, maar het ook voorkomen. Ja. Zie hierop. Of hoe noemt dat in Nederlands? Job? Weet ik niet. Job, ja. Kapitel 5, vers 23. Opzettelijke moordenaars moeten ter dood worden gebracht.
Das ist die Sonde, die hier ist entworfen, um zu werden tegengehauen durch die Angst vor Straf. Mhm. Gott soll morden als straffen. An der Hand von der Bruder von elkem Mann soll ich das Leben von dem Mensch eisen. Das will sagen, ich soll das Blut wreken von der Vermorde auf den Mordenaar. Ja. Dus wij moeten mit anderen Worten nicht gleich in Amerika, in andere Landen auch, maar unter anderem selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika, mhm. wij moeten nicht jemand, die einen anderen vermoord heeft, vor gerecht stellen en dann durch das Gericht tot de Tod verurteilen en die Mens sein Leben afnemen. Mhm. Und das hat Gott De vraag is de mijne, zei de Heer. Ja. Ja? Romeinen 12, vers 9. Ja, wat we kunnen doen met zo'n mens, is hem opsluiten en daarvoor zorgen dat hij het niet meer doet. Ja, mm-hmm. Zeker als dat iemand is die niet berouwt wat hem gedaan heeft, maar dat altijd terug zou doen. Mm-hmm. Dan gaat hem opsluiten en gaat hij ervoor zorgen dat hij geen contact meer heeft met mensen. Mm-hmm. Maar je gaat hem niet vermoorden. Dat is iets wat God gaat doen. Ja. Nu ga je zeggen, ja maar Jörg, we zitten hier in het Oude Testament en God heeft toch zelf veel doodstraffen opgelegd op die mensen. Als je dit deed of als je dat deed, dan moesten de mensen, de mannen of de vrouwen gestenigd worden en dergelijke dingen meer. Mm-hmm. Ja, maar dat zijn andere gevallen, dat is een andere wet. Ja? Mm-hmm. We moeten elke wetsbepaling voor zichzelf gaan zien. We moeten alles op de correcte manier toepassen. En daar is God uitermate perfect in en de mens uitermate imperfect in. In dat te doen. God kan dat perfect doen, maar de mens zet het altijd naar zijn eigen zinnen om en gaat altijd zijn eigen aantekeningen bij die wetten gaan doen. Ja? God zegt van, ik zal het bloed wreken van de vermoorde op de moordenaar. Ja. Wanneer God het leven verlangt van een man aan de hand van hun die het onterecht heeft weggenomen, kan de moordenaar dat niet leveren en moet daarom het zijne in plaats daarvan gebruiken, wat de enige manier is om restitutie te geven. Merk op dat de rechtwaardige God zeker onderzoek zal doen naar bloed, hoewel mensen dat niet kunnen of doen. De ene of de andere keer in deze wereld of in de volgende, zal hij allebei verborgen moorden ontdekken, die verborgen zijn voor het oog van de mens en erkende en gerechtwaardigde moorden bestraffen, die te groot zijn voor de hand van de mens. De magistraat moet moordenaars straffen, die het bloed van de mens vergiet, het zij op een plotselinge provocatie of met voorbedachte raden, want uitslag van woede is zowel hartmoord als kwaadaardigheid. Hartmoord is haatmoord, zeker. Heetmoord of zoiets. Door kwaadaardigheid, door de mens zal zijn bloed worden vergoten, dat wil zeggen, door de magistraat, of wie wordt aangesteld of toegestaan, de bloedwreker te zijn. Er zijn mensen die voor dit doel dienaren van God zijn, om de onschuldigen te beschermen, door een schrik te zijn voor de kwaadwilligen en boosdoeners. En zij mogen het zwaard niet te vergeefs dragen. Ja, da gaan we in Romeinen kapitel 13, dat is een kapitel eigen voor een eigen studie, en ik kan je garanderen, als je aan Romeinen 13 gaat beginnen, kom je er onder de 6, 7 uur zeker niet aan uit, om dat uit te leggen, als het niet meer uren zijn. En we gaan hier natuurlijk ook een verbinding leggen naar hersens van het kwaad. Ja? Waarom de kwade hersens damit de opdracht gekregen hebben, om de mensen te beheren. Want een goede mens kan een kwade mens niet regeren. Ja. Dat is onmogelijk. Maar een kwade kan de kwade regeren. Ja. Ja, ja, dat zei de persoonsie. Voor de zonvloed, zoals het verhaal van Kain zou lijken, nam God de straf voor moord in eigen handen. Maar nu wijde hij dit oordeel aan mannen, eerst aan families van families en daarna aan de hoofden van landen die trouw zouden moeten zijn aan het vertrouwen dat in hun is gesteld. Let op, opzettelijke moord moet altijd worden gestraft met de dood. Het is een zonde die de Heer geen gratie zou verlenen aan een prins en die een prins daarom niet zou moeten vergeven aan een onderwerp. Ja, precies, aan een onderdaan is het dan eigenlijk. Ja.
an onderdaan, ja, oké. Okay. Ja. Dan gaan we eens een keer een tweede deel gaan bekijken, want er zijn maar 5000 tekens die kunnen vertaald worden. En de laatste deel van die commentaar van Matthew Henry luidt: aan deze wet is een reden gehecht, want naar het beeld van God heeft hij eerst mens gemaakt. De mens is een wezen dat dierbaar is voor zijn schepper en zou daarom ook, voor ons, ook zo voor ons moeten zijn. God eerde hem, laten wij hem dan niet minachten. Zulke overblijfselen van Gods beeld zijn nog steeds op de gevallen mens, als dat hij die één man onrechtmatig doodt, het beeld van God onleesbaar maakt en hem oneer doet. Toen God de mensen toestond hun beesten te doden, verbood hij hun doch hun slaven te doden. Want deze zijn veel nobeler en voortreffelijker van aard, niet alleen Gods schepselen, maar zijn beeld. Ja, dat boek Jas, dat ken ik niet, wat dat zal zijn. Het zou eventueel een verwijzing kunnen zijn naar het boek van Jasser, maar dat is dus niet in de 66 boeken van de Bijbel inbegrepen. Dat is een apocryfaal boek dat wel op verschillende plaatsen in de Bijbel vernoemd wordt. Alle mensen hebben iets van het beeld van God op zich. Maar magistraten hebben bovendien het beeld van zijn macht. En de heiligen het beeld van zijn heiligheid. En daarom maken degenen die het bloed van vorsten of heiligen vergieten een dubbele schuld. Zover die commentaar van Matthew Henry over deze vers die we juist hier gelezen hebben. Ik denk dat we nu vers 5 en 6... And surely your blood of your lives will I require, at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man, and at the hand of every man's brother will I require the life of man. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. Dat we deze nu beter verstaan. En ja, daarmee... Ik begrijp hem helemaal. Ja. Ja, prima. En Michael? Ja, oké. Okay. Ja, dan kan Perry het delen van de scherm terug overnemen. Ja. En dan kunnen wij in de Bijbel verder lezen. Dat is dan in Genesis 9, vers 7. En ik zal dan al direct eens een keer beginnen in de Koning James Bijbel, als je die open hebt. Ja, voilà. In de Koning James Bijbel, vers 7, dat luidt: And you, be ye fruitful and multiply. Bring forth abundantly in the earth and multiply therein. Ja, ik denk dat we deze vers sowieso de Bijbelstudie vandaag kunnen gaan afsluiten, maar lees het eerst maar een keer in Nederlands en in Duits voor. Ja. In het Nederlands. Maar gij lieden, weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, teelt overvloediglijk overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Ihr aber seid fruchtbaar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Ja. En waarom zou men daar nu in feite een hele eigen Bijbelstudie aan wijden? Ja, bij nader inzien hebben we dat in feite al gedaan, want we hebben een gelijkaardige vers, ik denk in een eerder kapitel, in het voorgaande kapitel ook al besproken. Want daar hebben ja mensen ook al de opdracht gekregen om zich te menigvuldigen op de aarde. Den punt is, God heeft ons een aarde gegeven waar wij op kunnen gaan leven en waar dat wij ook door alles wat wij nodig hebben in dit leven ondersteund worden. Nu kunnen ze zeggen, ja, maar ik heb dit niet, ik heb dat niet, of die mensen toen hadden dit niet en dat niet, wat wij vandaag hebben, en dat is allemaal nodig. Ik bedoel, we leven op het einde van 2019 en vandaag bestaan er heel weinig mensen die nog maar zeggen van, ik kan zonder mobiel telefoon nog leven. Of dat nu een gewone telefoon is, gelijk ik één heb, gewoon waar je mee kunt telefoneren en sms'en, of dat dat zo'n smartphone is, waar je dan ook nog internettoegang mee hebt, en waar je dan films kunt gaan bekijken om je te laten onderhouden. Ja? Entertainen. Ja? Is dat onderhouden in het Nederlands eigenlijk? Ja, mag entertainment? Je ja, onderhouden. Ja, dat mag wel. Het is niet heel gebruikelijk, maar je mag het wel zeggen. Ja. Oh, oké.
Of dat we constant mijn e-mails kan lezen, of dat ik constant op het internet kan surfen en dit en dat allemaal. Zonder dat kan ik al niet meer leven, dus dat is toch ook allemaal nodig. Mm-hmm. Nodig om te leven hebben we drie dingen. Ja? Dat is lucht om te ademen, mm-hmm. dat is voedsel om te eten en water mm-hmm. om te drinken. Ja. Alles andere is bijkomstige luxe. Ja? Ja. Dat moet man een keer ganz duidelijk zo zeggen. Ik kan een paar weken zonder eten. Ik kan een paar dagen zonder water. Maar ik kan alleen maar een paar minuten zonder lucht. Ja. Ja? Als mij die dingen ontnomen worden, dan ga ik automatisch dood. Ja. Dat zijn de basisbehoeften van een mens die ik heb. En God zegt hier, be ye fruitful and multiply. Dus wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Mm-hmm. Hij geeft bij wijze van spreken dus de mensen een aarde waarop dat ze zich kunnen, als ze vruchtbaar zijn, ook kunnen vervuldigen. Mm-hmm. En ze kunnen zich zoveel keren vermenigvuldigen, gelijk dat zij kunnen. Hij gaat altijd ervoor zorgen dat de aarde waar we op leven ons mm-hmm. zou kunnen ondersteunen. Ja. Wij ondertussen om andere redenen deze aarde de das omdoen, bij wijze van spreken, mm-hmm. of het milieu de das omdoen, waar Perry weer kan invallen met zijn mm-hmm. prachtig kennis over stikstof en dergelijke mm-hmm. dingen meer, en hoe in Nederland die bodems verzuurd zijn en alles mm-hmm. erop en eraan. En mm-hmm. Nederland is dan nog maar een klein voorbeeld, maar eigenlijk een paradevoorbeeld voor al die andere landen, want in andere landen is het niet beter, eerder erger. Mm-hmm. Eerder erger. Daar kunnen we dan ja gerust een keer over gaan spreken. God geeft ons hier de opdracht om ons te vermenigvuldigen. Denk je nu werkelijk dat die God, die de mensheid, die aarde en alles erop en eraan geschapen heeft, de mens de opdracht geeft om zich te vermenigvuldigen, om dan daarboven te zitten en in de handen te klappen en zeggen van, hahaha, ze doen dat en ze kunnen zo niet overleven, ze doen zichzelf in de verdoemenis? Mhm. Nee, zo is God niet. God houdt van de mens die hij geschapen heeft. En hij geeft ons een aarde die ons wel kan ondersteunen. Maar deze antichrist, in deze antichristelijke, nu hoor ik mijzelf weer daar, in deze antichristelijke wereld in die wij leven, die zegt van dat die aarde ons niet kan ondersteunen. Die gaat in tegen juist deze wet van God, dat wij ons moeten vermenigvuldigen en meer mensen zijn. Oh, we zijn al bijna met 8 miljard en dat is al veel te veel. Hoe luidt de getal op de Georgia Guidestones, ja, dat monument dat in Georgia, in de Verenigde Staten van Amerika, werd opgericht in de jaren 80, houdt de mensheid onder 500 miljoen in evenwicht met de natuur. Ja. Ja. Dus 7,5 miljoen ongeveer zijn op dit moment te veel. Ja? Heel interessant. Nee, nog veel meer. Ah, miljard. Ja, sorry. Miljard. Ja, 7,5 miljard. 6,9 miljard. 6,9. Echt verschrikkelijk. Zijn we nu of wat? Ja, ik weet het niet. Allee, je kunt die getallen nalezen waar dat je wilt. Overal staat een ander getal en na controleren kan dat sowieso niemand. Ja. We moeten die getallen zo nemen. In ieder geval bij de Georgia Guidestones staat 500 miljoen. Daar staat 500 miljoen. In evenwicht met de natuur. En we zitten nu op 7 miljard, zeggen ze. Is dat wel? Ja, en binnenkort op 8, hè? Ja. Alleen al in de volgende 20 jaar komt er in Afrika alleen al 1 miljard mensen bij. Op die continent. Ja. Zoals voorspeld. Alhoewel dat de Melinda en Gates, Melinda en Bill en Melinda Stichting daar heel veel voor gaat doen om die mensen te castreren. Liefst nog voordat ze geboren worden. Ja, alles erop en eraan. Ja. Dat wäre een heel ander onderwerp. Maar den punt op die ik neer wil, of die ik duidelijk wil maken hier in dit gesprek, en waar ik ook graag dan een keer van jullie een bijdrage erover vraag, is van, als Gott zegt tegen de mensen, wees fruchtbaar en vermenigvuldig. Bring overvloedig fort op deze aarde. Mm-hmm. En vermenigvuldig u daarin. Dan gaat hem dat zeggen omdat hem ook ons de ressourcen geeft die we nodig hebben om op die manier te leven. En dan spreek ik over niet alleen lucht, water en brood, mm-hmm. ja, of eten, maar dan spreek ik over meer ook.
Darum muss nicht jeder ein Smartphone haben, bei Weise von Sprechen. Aber der Punkt ist, ja, was jeder nötig heeft, of niet, dat bepaalt nog iedereen voor zichzelf. Maar God gaat in elk geval ter beschikking stellen wat daar is. Ja? Deze regering op deze aarde die we hebben, die een duivelse regering is, die gaat dan natuurlijk alles in het omgekeerde draaien. Ja? God zegt, vermenigvuldig u. En de filantropen van deze aarde, zoals bijvoorbeeld Bill Gates en Soros en Rockefellers en hoe dat ze allemaal noemen, die zeggen juist het tegendeel. Bevolking moet gereduceerd worden. Ja. Juist het tegenovergestelde van wat God zegt. Het is altijd en overal hetzelfde. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Alles in deze van de duivel geleide wereld is 180 graden omgekeerd van wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u, zoveel dat je kunt, meer of minder. Ja? Mhm. Om dan nu een keer in simpele woorden te zeggen. En op deze aarde zeggen ze van, nee, zodra een kind geboren is, zorg daarvoor dat het steriel wordt, dat het niet meer kan zich vermenigvuldigen. En sowieso gar een keer die ras afmaken en gar een keer die ras afmaken, want in dit antichristelijke systeem wordt ja met mensen, rassen gewerkt die niet bestaan, want bestaat maar één ras, dat is de menselijke ras. En daar bestaan er verschillende ondersoorten van, ja, verschillende ondertypes van, maar het is allemaal gemaakt uit één Blut, das steht auch so in der Bibel geschrieben. So, ich finde, dass ich meinen Punkt hier deutlich gemacht habe, und ich soll gerade eine Kehr von Julians Standpunkt hören auch, dass wir dort eine Abschlussleitung hiervon können kommen. Ja. Und dann folgende Kehr, als wir das abgeschlossen haben, schitterend fort können gehen, ob es ein, ob es auch der folgende Versen von Kapitel 9 von Genesis. Na, heel goed. Wel fijn, dass wir das opgelost haben mit Vers 5 und Vers 6. Nu begrijp ich es echt total. Dat de mens, omdat hij geschapen is naar het evenbeeld van God, dat die niet onder geen enkele omstandigheid gedood mag worden. Zijn bloed mag niet vergoten worden. Ik snap dat we nu heel goed dat dit zo, dat dit dus de betekenis is van deze twee versen. Mm. Erg tof. En dit vers 7 met wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Dit is de waarheid en het de onderdrukking die er nu plaatsvindt. Maar dat er gezegd wordt van ja, het kan allemaal niet en dit en dat en red de aarde of zo. Dat klopt niet. Want er is helemaal geen tekort aan aarde, er is geen tekort aan ruimte. Er is een tekort aan menselijkheid. En er is een tekort aan hersenenbestand. Ja, precies. Ja, was soll ich da sagen? Huh? Und Perry hat die Punkt gemacht, dass ich heute graag wat uitleggen. Das ist die Save the Planet. ja. Das ist das Gegenteil. Ja, van die Wahrheit. Huh? Rette de Erde und offer de Mens in Platz von umgekehrt. Da weiß ich, was ich meine. Ja, ik vind het heel, heel vreemd dat iedere mens nou, die is heel bezorgd om die aarde, maar niet om de mens. Ne? Niet om de kinderen bijvoorbeeld, ja? Niet om de gezondheid, maar, van die klima. Ja? Die klima en die aarde en natuur en dit en dat, maar niet op de mens. Niet op elke dingen die, die levend zijn. Ne? Die zouden graag bijvoorbeeld in de kindergarten, ja, daar leren die uit schon die leugens. Ja? Mm-hmm. En dat is een heel, heel... Heel, heel zware ding dat wij mensen hier, die proberen hier een beetje waarheid te praten, op de, en van de Bijbel te leren. Mm-hmm. Maar als je dat vergelijkt naar die gewone mens buiten, dat zijn zo vele mensen die daar geen last van hebben, dat die roken en alcohol drinken en vlees eten en dit en dat. En ik ben daar echt
Das ist für mich hier schwer, das zu begreifen, dass die Mensch so unmenschlich geworden ist. Mhm. Ja, das ist sehr fremd. Ich finde das nicht lustig und ja, ich finde das auch ein bisschen belastend. Ja, das macht mich, was ist das, traurig in Niederlands? Traurig. Traurig, mach auch. Traurig, ja, als sie, wie die Mensch, die in Gott gesetzt worden ist, ja, wie die nu verändert ist und wie die nu probiert, um Gott zu spielen, ja, und das ist, ja, das ist, die hele Ding, die ist, dass die Menschen, die waren dazu gebracht, Egoisten, egoistisch zu werden, ja. Mhm. Ich, und was Juli machen, das ist nicht mein Problem. Und das ist belangreich, dass ich es gut habe, dass ich eine gute Bahn habe, eine leuke Frau habe, und ja, leuke Appartement und dit und dat, mal, mhm. Das sind alles Dinge, die sind in den Beuten. Ja, die sind nicht belangreich. Das Belangreichste ist, was ihr in den Binnen, in ihr Hart heeft. Ja? Ja. Und die Menschlichkeit, als ihr das heel gut uitgelegd habt, das ist heel, heel rar. Ja, das ist heel, heel rar. Und das findet ihr bijvoorbeeld bei Menschen, die de Bijbel lesen. Ja, man, diese Menschen, die leben dat. Dass die auch für andere Menschen, die finden auch andere Menschen belangreich und nicht mal für sich selber, aber die finden auch die Menschen belangreich und die tun auch ein bisschen was für andere Menschen. Und bei tun diese Lesungen, dass die Menschen beuten, dass die auch ein bisschen Rüst haben und dass die Menschen auch lehren und sehen, oh, ich bin nicht allein. Ja, mhm. Ich bin da nicht allein, die sich für die Bibel interessiert und die diese Probleme hat. Und nein, ihr bin nicht allein, aber wir sind nicht viel. Wir sind nicht viele Menschen, die das tun. Und das ist es belangreich, dass ja, Menschen wie du, Perry auch, wie auch, dass die auch diese prachtige Videos machen und die Menschen, die wenige Menschen, mal die Menschen auch ja, ein bisschen Licht geben, ja, ein bisschen ja. Wahrheit, ein bisschen Klarheit, ja, dass die ein bisschen mehr rüstig werden, weil die denken auch, ich muss crazy sein, ja, Dreck, ja. Ich muss Dreck sein, want elke News vertelt mir, das ist nicht so, das ist jij bin, das ist faul, ja, das ist jij bin die Dreck. Mhm, ja. Das ist heel, heel fremd, heel zwaar, want 99,9% ja, van die Menschen zijn Dreck. Ja. Und als you, das ist immer die opposite, ja? Es ist immer das Gegenteil. Mal gucken, ja. Gegenteil. Das ist auch das Gegenovergestellte. Ja, Gegenovergestellte, ja. Ja, und das ist dann auch, als ihr das begreift, ja, als ihr das begreift, ja, dann ist es möglich. Dann ist es möglich, dass ihr es weht, aber auf die andere Manier, es ist einfacher, weil alles, was jij vertelt wordt, ja, dat draai je om. Ja? En meestendeels heb je dan die waarheid. Ja, dat is het in deze wereld. Deze wereld is gek. Want deze wereld is, die is ruled by Satan. En dus deze wereld is gek. Ja. Ja. En omdat ze zich voor wijze hielden, zijn ze tot narren geworden. Ja, dat klopt. Romeinen 1:22. Ja, dat klopt. Ja, en dat vind ik dan wel weer heel mooi aan de Bijbel. Dat waar wij nu stom verbaasd naar staan te kijken in de hedendaagse tijd. Dat toen al was.
Dus dan haak ik nu even in bij jou, Michael, dat je schept er geruststelling in als je andere mensen hoort spreken over dezelfde dingen die de waarheid betreffen. Dat je denkt, nou, ik ben niet de enige. En datzelfde geldt ook voor ons als wij bijvoorbeeld die brief lezen van Paulus aan de Romeinen. En dat Paulus dingen bestempelt waarvan je denkt van ja, dit zijn dan precies de dingen die ik momenteel als mens ook zie. Maar dat zag Paulus dus ook al. Er is allemaal niks nieuws onder de zon, hè? Er is niks nieuws, precies. Er is niks nieuws onder de zon. Ja. Ja, dat betekent dat wij goed bezig zijn. En je weet op die Genesis waar die slang praat tegen Eva. Mm-hmm. Dat jij zult als God wezen. Ja. Ja, en dat is, ik denk dat is dat grote probleem. Dat die mensen, die vinden dat heel leuk om God te spelen. Mhm. Ja, en dan denken ze, zij kunnen de planeet, ja, die aarde, die kunnen zij veranderen. Mhm. Ja, die kunnen niet een berg plaatsen of verplaatsen, ja. Maar de wereld redden, ja. Mm-hmm, klar. Ja. Ja, die mens is zo limitiert, die mens is zo beperkt. Dat is, ja. Je kan ook zeggen dat het idee dat mensen beweren dat de mens het klimaat aan het veranderen is, dat dat al een teken is van een waanzinnige hoogmoed. Ja, dat is precies. Wij zijn helemaal niet in staat om dat te doen. Dus. Nee, we hebben dat nooit gedaan, ja. Nee. We hebben geen ervaring daarin God te spelen. Nee. Iedere keer dat de mens dacht, oh, ik ben God. Ja, dan zie je dat result. The result, ja. Ja. Ja? Het resultaat, ja. Resultat, ja. Dan bekijk je dat resultaat. Ja, ja, we zijn mooi een stap verder gekomen. Dan pakken we een volgende keer op bij vers 8. We mm-hmm. zitten mooi door het uur heen, heren. Ik heb de tijd in de gaten gehouden. Mm-hmm. Heb jij nou wat moois te zeggen ter afsluiting, Jörg? Nee, ik denk dat ik deze afgelopen uur meer dan genoeg gezegd heb, maar Ik ga het altijd darauf houden, dass hoeveel keren man diese Bibel auch liest. Das ist interessant. Michael heeft het in Beginn ja angehaald. Wir haben ja in unserer deutschen Studie da auch al over gepraat. Das war. Mhm. Wir sind in unserer deutschen Studie, waar we toen den Victor damit bei hatten, zijn we ook over diese Dinge gefallen en zijn we uiteindelijk op dezelfde conclusie uitgekomen, gelijk nu met het Kommentar van Matthew Henry. Das juist. Mhm. Maar ja, dat was zoveel maanden geleden. Ondertussen ist zoveel water langs de Maas gefloeid, zoveel Dinge veranderd zijn, weet je. Ik wist het gewoonweg niet meer te goed. Jij wist het niet en Michael wist het ook verleden week niet te goed. Dus daar hebben we dan nog een keer dieper op ingegaan. En ik persoonlijk vind dat geen verloren uur, in tegendeel. Het is elke keer terug. Als men de Bijbel terug leest, komt men terug tot nieuwe ontdekkingen, wat dingen betekenen en hoe dingen kunnen geïnterpreteerd worden. En vooral, en dat is het meest belangrijke, dat ik iedereen ook zou willen vragen uit deze Bijbelstudie mee te nemen. Mm-hmm. Hoe dat men die dingen die hier in dit geval bijna 5000 jaar geleden neergeschreven werden, of 4000 jaar geleden neergeschreven werden, mm-hmm. hoe dat men die kan toepassen op het hedendaagse leven. Dat is het wonderbare aan de Bijbel. Ze is compleet tijdloos. Ja. Die dingen die 4000 jaar geleden in Babylon gebeurd zijn, zijn dezelfde dingen die vandaag de dag in Rome gebeuren. Ja? Die dingen waarvoor God ons hier waarschuwt, hoe wij met het leven moeten omgaan, dat heeft hem 4000 jaar geleden gedaan, dat doet hem vandaag de dag ook nog. De mens heeft het toen naast zich neergelegd, de mens legt het vandaag de dag naast zich neer, tot uiteindelijk Gods wraak eindelijk komt en Jezus Christus eindelijk terugkomt. En tot dan kan ik alleen maar hopen dat ik nog tijd genoeg krijg met jullie en ook alleen de Bijbel te gaan studeren. En ze nog en nog en nog eens te lezen. Ik kan niet zeggen de hoeveelste keren dat is dat ik Genesis 8 of 9 aan het lezen ben. Überhaupt het boek van Genesis. De eerste 15 kapitels. Die heb ik zeker, zonder overdrijving, al 20 keer gelezen. En toch elke keer haal ik er iets nieuws uit. Haal ik een nieuw begrip uit. En dat is dat schone aan een Bijbelstudie. En zeker als men hier met 2 of 3 zit, gelijk dat Jezus gezicht heeft,
war twee of drieën versammelt zijn in mijn naam, in hun midst zal ik zijn. Ja. En daarmee wil ik eindigen met mijn oproep die ik altijd doe op mijn video's. En niet omwille van dat het traditie geworden is of zo. Nee, omdat ik het meen vanuit mijn hart. Mhm. Ik was 8 jaar geleden misschien vegan geworden, maar ik had geen kaas geeten, zoals men dat zo mooi zegt, van de Bijbel. Ja? Ik had geen idee waarom, maar de Heer heeft mij daar naartoe geleid. En hij leidt mij altijd door het lezen van de Bijbel. En daarom wil ik graag besluiten met mijn oproep naar iedereen die deze video's bekijkt. Geloof niet Perry, geloof niet Michael en geloof zeker niet mij. Maar geloof wat de Heer zegt. En om te weten wat de Heer zegt, lees zijn woord. Lees de Bijbel. Maranatha. Yes. Goed gezegd. En Michael? Ja, ich denke, das ist das Ende, of nicht? Ja. Ich war so eine Sekunde davon, der Knopf hier zu drücken, Aufzeichnung beenden. Na, herzlichen Dank, dass ich dabei war, Michael. Das starte ich mal. Lees uw Bijbel, en dat is beter dan naar mensen te luisteren. Het helpt misschien een beetje, maar het belangrijkste is dat jij die woord van die Heer leest en begrijpt. Dat is het belangrijkste, want dat staat alles in de helemaal prachtige staat en vertaling. Ik heb die nu online hier en ik vind die heel mooi, heel mooi. Hartstikke bedankt voor je bijdrage. Nou, Jurgen natuurlijk ook hartstikke bedankt. En jullie, de luisteraars, kijkeraars, jullie ook hartstikke bedankt voor het mee proberen te begrijpen van het woord van onze Heer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En op zijn hamburgers zeg ik dan ook nog een keer, tjus en dag lieverds. Voilà.